In 2027 moet de waterkwaliteit in Nederland op orde zijn. En dat is dus over 6 jaar. En we moeten dan voldoen aan de kaderrichtlijn water en de nitraatrichtlijn. En dat zijn beide Europese richtlijnen. Om deze doelen te bereiken maakt LNV om de zoveel jaar een actieprogramma. Een actieprogramma is een set van maatregelen waaraan wij boeren en tuinders moeten voldoen. En inmiddels zitten we aan het einde van het 6e actieprogramma. En het 7e actieprogramma zou 1 januari moeten ingaan. Dit actieprogramma moet vervolgens worden goedgekeurd door Brussel en kan daarna gebruikt worden voor de aanvraag van derogatie. En dit hele proces dat kost circa 10 maanden en daar begint het natuurlijk wel te wringen. In dit tijdspad krijgen we pas komende zomer duidelijkheid over derogatie en dan ligt de meeste mest op het land. Uit onze contacten met LNV trekken wij de conclusie dat de inhoud van het 7e actieprogramma ingrijpend zal zijn. Zodanig dat wij vinden dat de minister hier eerst met de Tweede Kamer in gesprek moet. Voordat dit allemaal in Brussel is vastgelegd. Tot afgelopen week stond dit onderwerp op de lijst met controversiële onderwerpen. Dat betekent dat de minister niet rechtstreeks met de Kamer hierover kan debatteren. En wij hebben er bij LNV steeds op aangedrongen dat dit onderwerp van die lijst af moest. En gelukkig, de minister zag dit ook en de Tweede Kamer heeft het opgepakt. En het debat zal waarschijnlijk begin september plaatsvinden, na het zomerreces. En wij hebben er ook alle belang bij op een open uitwisseling van standpunten. En we roepen het ministerie dan ook op om niet te wachten met de internetconsultatie tot eind augustus, maar deze zo snel mogelijk online te zetten. En dan gaan wij samen met jullie een gedegen reactie voorbereiden. En uiteraard zou ik bijna zeggen, we gaan in gesprek met de politiek. En dan zeggen we niet alleen wat we niet willen, maar we zeggen ook zeker wat we wel willen.